We gaan direct door naar Jabienne Smit. Jabienne Smit en Angela Matura. En zij zijn van het Nola Hatterman Instituut. Yes. Jullie beginnen vanavond met een expositie. En ik heb gemerkt dat er 4 kunstenaars zijn die aan deze expositie meewerken. Ik heb ook gemerkt dat het best wel gevoelige onderwerpen zijn. Ik zie iets van mental struggles, ik zie iets van child abuse. Dus dan ga je wel nadenken. Vertel ons, wat moeten we ons bij deze expositie voorstellen? Ja, we hebben speciaal gefocust, of ik heb speciaal gefocust op mental struggles, omdat mensen, ik wil dat mensen zien dat het geen taboe onderwerp is. En wanneer ze het zien, moeten ze zich gewoon vrij kunnen voelen. En Xiomara doet dan child abuse. Ik weet niet zeker waarom ze daarvoor heeft gekozen. Maar later, wanneer mensen komen, gaat ze het zelf uitleggen. Oké. Ja. Dan gaan we direct naar Angela Matura. Vintage houses. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, ik heb eigenlijk een beetje meer bezig gehouden met... ik ging de richting op oude huizen. Maar meer de monumentale gebouwen heb ik toen gepakt. En eigenlijk op een andere manier wilde ik het presenteren. Want vanwege het feit dat ze allemaal achteruit gaan, dacht ik, weet je wat... Laat me eigenlijk de huizen vertegenwoordigen. Dus ja. Dat is het eigenlijk zo'n beetje. En ja, hopelijk heb ik het goed genoeg gedaan. Okay, hoe lang hebben jullie je voorbereid op deze expositie? Nou, we zijn een hele jaar bezig geweest. Okay. Hele jaar bezig geweest. Dus het is niet een op andere dag gekomen van dat we wisten dat het uiteindelijk zo zou uitkomen. Ja. Ja. Kan een van jullie ons ook een beetje vertellen over Sean Stotting? Hij doet ook mee, heb ik begrepen, aan de expositie. Ja. Hij is bezig geweest met Hitler. Hitler, ja. Zijn Tweede Oorlog. Tweede Wereldoorlog, juist. Ja, ja. 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 Ook geen idee waarom hij voor dat onderwerp heeft gekozen. Nee, we hebben niet gehoord. We hadden eigenlijk geen tijd om elkaar echt te vragen van waarom heb je dat gedaan of waarom niet. Want uiteindelijk was het echt focussen om te kijken, ga je het halen om binnen een jaartje zo een expositie in elkaar te kunnen zetten. Ja. En het lijkt lang, maar het was heel veel werk. Oké, okay. En Xiomara die doet child abuse. Ja. Ik heb begrepen dat we daar ook beelden van hebben, die zien we zo straks even in, op het scherm. Ja. Is er een reden waarom deze onderwerpen, houden ze verband met elkaar? Ik begrijp u even. Houden die onderwerpen die jullie gekozen hebben? Nee, we hebben gewoon zelf gewoon onze eigen onderwerpen gekozen. En het hoefde niet per se op elkaar aan te sluiten? Nee. Dat was echt eigen keus. Eigen keus. En we hebben eigenlijk waar onze sterke kant was, eigenlijk daar hebben we voor gekozen. En aan de hand daarvan moesten we dus een thema kiezen en daarna uitbreiden, want het moest een geheel vormen. Ja. Dus, Is dat jullie eerste gezamenlijke expositie? Yes. Jawel, want we zijn samen afgestudeerd. Dit is onze graduation expo. Juist, ja. Oh, ja. En hoe lang zal deze expositie duren? Tot zondag. Ja, dus 3 dagen. Waar wordt het allemaal gehouden? Voor wie is het allemaal bestemd? Vertel het aan de mensen thuis. Nou, het wordt in Fort Zeelandia gehouden. Mm-hmm. En het is voor ieder. Het is voor ieder, jong, oud. De tijden zijn ook aangegeven. We hebben invitations gestuurd naar alle plaatsen. Het is geshared, social media. Mm-hmm. En natuurlijk is vanavond de openingdag, de diploma-uitreiking. We krijgen onze diploma vanavond. En voor de rest is het... Maar dus het is echt meer gewoon jullie afstudeerwerk, zeg maar. Yes, niet dat jullie een bepaalde boodschap naar de samenleving willen uitsturen met dat jullie. Ook. Dat deels is het begin eigenlijk. Om te kijken of we de boodschap ook goed genoeg sturen. Want we zijn nieuwkomers. En als nieuwkomer moet je dan even gaan kijken, hey, hoe werkt het? Maar dit is eigenlijk het begin. Of voor ons is het eigenlijk een test geweest. Mm-hmm. Maar voor de samenleving gaan ze nu kijken van, hey, oké. Deze mensen hebben het goed gedaan of niet. En ook voor ons. Dus het was eigenlijk dit is onze examen geweest. Dus, ja. En we hebben het gehaald, zeg maar. Een soort debuut ook. Ja. Zo moeten we het dus ook zien. Shabienne, ik heb jou eerder in de studio hier gehad bij mij. Dat was toen ook al over je kunstwerken, toch? Yes. En je studeert dus vandaag af. Vandaag ben ik officieel een kunstenares. Ja. Hoe voel je je daarbij?
normaal eigenlijk niet. Het was veel werk, maar nu dat ik mezelf officieel een kunstenares kan noemen, is wel een goed gevoel. En wat gaat er nu verder gebeuren met jullie studie? Hoe houdt het hierbij op? Wat kunnen we verwachten van jullie? Er zijn kleine workshops hier wat we nog hier kunnen doen, maar er is niet zoveel optie om verder te studeren, dus most likely moeten we weg. Ja. Moeten we ergens anders studeren, door. Ja. Jij ook? Kijken, als de mogelijkheid er is natuurlijk, even kijken hoe, wat, waar. Maar sowieso moeten we elders, want hier is een beetje beperkt voor ons. Ja. Ja. Hoe is het traject geweest naar vandaag toe? Zo. Het was heel veel werk, stress, spanning, slapeloze nachten, everything. Elkaar bellen, zeg, hey, ik geef dat ding op. Nee, geef niet op. En omgekeerd. Dus wij allemaal hadden dat eigenlijk. Ja, kijk, je weet niet hoe je het moet doen. Je weet niet hoe je het moet aanpakken. Dus alles was onderzoeken. En dat moest je echt zelf doen, ja. Weet je. Niet echt de instructies hoe je dat doet. Je moet het echt zelf in je gaan zoeken. Dus dit is echt, ja, zeg maar, een heel gevoelig iets, want jij ontdekt het. Ja. Dus het moet in je zitten. Maar vandaag hebben jullie dus alvast een bekroning. Yes. Geweldig. Alvast gefeliciteerd. Dank u. En heel veel succes. De dames hebben dus verteld over de expositie die vandaag geopend wordt bij het Nola Hatterman Instituut Fort Zeelandia. En het duurt allemaal tot zondag en als het kan, ga even een kijkje nemen. De onderwerpen die gekozen zijn ook heel erg interessant.